Welkom lieve kijkers en welkom terug bij Fans, aflevering 6. Dat rijmt een beetje. Welkom bij de 6e aflevering dus. En vandaag gaan we verder. Oh, nee! Die blokken kende ik nog niet. Oké, deze draaien dus blijkbaar, kantelen en gooien ons eraf. Vorige keer hebben we 7 kubussen gevonden, de 7e bedoel ik. En we hebben 3 fragmenten voor de volgende, de 8e kubus. En hierboven moeten nog meer fragmenten zijn, maar ik vind het een beetje eng met deze dingen. Dit moeten we heel snel gaan doen. Nee! Oh. Nee, ik ga de hele dood. Dit wordt helemaal niks. Ik merk het nu al. Wacht eens eventjes. Nee. Oké. Yes! Ja hoor. Oké. Deze zijn wat groter. Maar ook deze zullen ons geheid eraf gooien. Zo. Maar we hebben het gered, gelukkig. De muziek is nu wel een beetje dramatisch aan het doen. Ik vraag me af waar dat op slaat. Naar boven. Waarom klim je zo langzaam? Klimmen. Nee, je klimt niet eens. Hij klimt gewoon niet. Waar slaat dat op? Oké, Vez, Gomez bedoel ik. Hij heet Gomez. Klimmen, snel en springen. Goed zo. Oh mijn god, moet je kijken. Het wordt zo lastig allemaal. Oh, nou, dat viel eigenlijk best mee. Oké, we kunnen gewoon rustig zo omhoog klimmen. Oh jee, wat is dit nou weer? Een brug vol kubussen. Ik vraag me af. Oké, ik wil eigenlijk een beetje zien waar we heen gaan. We gaan naar dat... Die toren gaan we daar. Oké, we gaan gewoon snel. Snel. Yes! Oké, dat viel ook eigenlijk best mee. Het ziet er allemaal lastig uit, maar als je op de juiste manier draait, kom je er wel. Ik wou bijna springen. Waarom? Nee, even serieus, waarom doe je niet gewoon? Waarom pak je niet gewoon dit ding vast, vriend? Gomez. Goed zo, laat maar. Hij heeft hem. Oké, we hebben weer zo'n schroevendraaier. Zo ga ik hem gewoon noemen. En we moeten naar boven draaien. Dus vastpakken en draaien die op. En eens eventjes kijken. En ik ben weer dood. Oké. Oh, gelukkig komt hij wel naar beneden, anders zaten we hier vast. Ik wil naar die kist, maar hoe komen we daar? Zo moet het lukken, denk ik. Wacht. Nee, nog eventjes iets omhoog. Dan ben ik in ieder geval een beetje veilig van... weet je, ik ga eerst wel gewoon naar dit fragmentje toe. En daarna spring ik wel naar beneden. En hopelijk dat ik dan niet doodval. Oké, vierde fragment. Heb je een lift nodig? Ja, dat wisten we al. Springen, niet doodgaan. En dan gaat dood. Oké, we gaan gewoon eventjes weer rustig naar beneden. Ja, nu moet het lukken. Yes! Phew. Oké, en de kist gaat open. Wat zit erin? Een schatkaart weer, waar we niks mee kunnen. Of ik heb in ieder geval geen idee waar we ermee kunnen. We hebben nu 3 schatkaarten. En God mag weten waar we ermee kunnen. Het ziet er een beetje raar uit. Dit lijkt wel op van die eilanden waar we nu op zitten eigenlijk. Maar bij die andere heb ik echt geen idee wat het is. Als jullie het weten, zet dan in de comments. Misschien zijn hier al ervaren FES-spelers aan het meekijken. En weten jullie gewoon wat ik moet doen. Het zou heel fijn zijn als je dan even zou kunnen aangeven wat ik moet doen. Laten we even snel omhoog draaien. Oké, zo moet het lukken. Oeh. Volgens mij is naar rechts is altijd omhoog draaien. Dus als we gewoon bij de rechter hendel pakken, dan kunnen we omhoog. En dit leidt ons naar een deur. Maar waar leidt die deur dan weer naartoe? Is de vraag. Springen. En doe die deur open.
kijken wat er te doen is. Oh, we zijn weer in een van die... Oh, nee. Oh, deze dingen draaien uit zichzelf. We moeten dus weer met ladders zorgen dat we goed... Ja, snel, snel, snel. Yes! Lekker. Hé, hey, gewoon een kubus, de achtste kubus. Woe! We kunnen nu eindelijk naar het volgende level. Want ik ben deze vliegende, zwevende eilanden ben ik een beetje zat. Yeah, you found 8 cubes. Ja, we hebben 8 kubus gevonden. En dan kunnen we nu weer terug met naar de plek met al die deuren. Alleen als ik eventjes hierheen zou mogen. Ja, oké, veel kleuren, felle kleuren en een lichtflits. En waar komen we nu uit, vraag ik mij af. Zouden we weer bij de... Ik denk dat ik alweer weet waar we aankomen. Ja, dat dacht ik al. Hier zijn we. Zelfs dit hebben we nog niet helemaal verkend. Dus ik kan nu of... Ik zou nu naar... gelijk naar die, al die verschillende portalen kunnen. Om te kijken waar die... Achtste... die deur voor 8 cubes heen gaat. Of ik kan even door deze deur gaan. Ik doe dat liever. Ik ga gewoon eerst eventjes rustig kijken wat hier te doen is. Zodat ik dit level compleet heb, zeg maar. Hey, gewoon een fragment. Vet. Ik wist niet eens dat die hier was. Verder een kamer met helemaal niks. Gescheurd behang. Spinnenweb in een hoekje. En een tafel en een kast. Kijk, er zijn hier nog meer deuren. Ik kan eventjes kijken natuurlijk op de map. Ja, er zijn nog wel wat deuren. Die leiden ons naar... Nog een paar plekken. Zoals je ziet, alles wat goud is. Daar zijn we al geweest. Daar hebben we niks meer te zoeken. Er zijn nu nog twee plekken die we nog niet hebben gevonden. Waar, ja, ja, een deur. Wow, dat zijn die zwarte gaten van de vorige aflevering. Die zwarte gaten, als we daarin gaan, worden we opgezogen. Dat moeten we niet doen. Volgens mij beginnen die zwarte gaten zich nu te verspreiden over onze wereld. Oh, we gaan naar deze plek met de windmolen. Vet. Hier ben ik nog niet eerder geweest. Hier moet vast ook wel iets te doen zijn. Ook weer draaiende dingen. Hashtag leuk. Yes. We zijn hier. Oh, weer een schroevendraaier. Aha. Hey, fragment. Had ik niet eens gezien, maar die zie ik nu wel. Dan kunnen we nu zo heen en spring. En. Yep. We hebben alweer bijna 9 kubus. Het gaat zo snel, hè? Tenminste. Ja, zesde aflevering. 9 kubus wel. Ik vind dat het best snel gaat. Oké, we moeten dat ding weer draaien. En. Die kant op, als je even meewerkt. Yes, goed zo. En dan kunnen we nu hier naar rechts springen. En hier naar boven? Nee. Hoe kunnen we hier naar boven? Oh jee. Oké, wacht. Oké, ik denk dat ik het al weet. Ik snap het. Kijk, we moeten die dingen naar elkaar toe zetten, zeg maar. Kom op, Gomez. Kom op, pak dat ding vast. Goed zo. Okay, het is wel schattig dat hij de hele tijd valt als hij duwt en ik ga dood. Kom op. Yes, goed zo. Yes, lekker. En naar boven. En nu kunnen we hierheen lopen en die ladder vastpakken die hier staat. Hey, kijk, een vogeltje. Hallo, vogeltje. Wat me nu opvalt is die sterrenbeelden op de achtergrond. En we zijn nu weer hier, het had helemaal geen zin om daarheen te gaan. Die sterrenbeelden op de achtergrond. Oké. Okay. Nee! Oké, okay. Sterrenbeelden op de achtergrond zien eruit als Tetris blokjes. Is jullie misschien ook opgevallen? Maar dat valt mij niet meer op. Molen, windmolen. Kunnen we hier naar binnen? Oh nee. We hebben een sleutel nodig. Nou, dat is lekker dan, want die hebben we niet. Dat moet toch een andere manier zijn. Yes, gelukkig. Ik dacht al, want ik zag in ieder geval een fragment hier. Dan hebben we die gehad. Sleutel moeten we vinden. Ik weet bij god niet waar een sleutel zou te vinden zou zijn. Waar we die kunnen vinden. Maar we hebben wel het zevende fragment van de negende kubus. We moeten nu weer een stukje terug naar waar we vandaan kwamen. Vallen is niet zo handig. Ik zei gewoon terug. Yep. Nice. Oké, het gaat zo snel. Naar beneden gaan is altijd sneller dan naar boven gaan. Logisch natuurlijk. Kijk of
op dit eilandje, een soort hoofdeiland, is daar nog iets te vinden waar we heen kunnen? Nog een deur. Volgens mij zijn we naar boven al geweest. Ik moet echt oppassen voor die zwarte gaten. Ja, hier zijn we al lang geweest. Dan gaan we hier weer heen. Toch, hier zijn we geweest. Oh jee, het lijkt toch ook zoveel op elkaar. Ik weet het niet meer. Dit is echt erg. Zijn we hier al geweest, ja of nee? Ja. Nee, ik weet het niet. Zouden we hier al geweest zijn? Even kijken hoor. Oh, wacht, ik kan natuurlijk gewoon de map. Ja, we zijn er al geweest. Het is goud. Gelukkig. Als ik die map niet had, dan zouden we nu helemaal rondwaren de hele tijd. En nu gaan we weer terug naar het hoofdeiland. Het is wel de hele tijd heen en weer gaan, maar ik word er een beetje moe van. Oké, deur. Zijn we, alle deuren die open zijn, zijn we gewoon al in geweest. Als het goed is. Dus dan weten we dat. Hé, die zwarte gaten zijn weg. Valt me op. Oké, hier moet nog wel ergens een deur zijn, dacht ik. Hier zijn we door naar binnen gekomen. Nee, er is verder geen deur. Dus we kunnen nu gewoon rustig hier en terug gaan naar ander vliegend eiland of eiland op het water. Ik weet het niet meer. Oh, juist, we zijn weer in de vuurtoren. Of was dit de vuurtoren niet? Was dit de vuurtoren? Ik weet het niet meer. Nee, dit was de watertoren. Of nou, het was geen watertoren uiteindelijk. Volgens mij was het gewoon een huisje. Maar we zijn in ieder geval weer helemaal terug. En nu zijn we weer, in plaats van dat we nu... Auw. Oké. Ik heb soms echt het gevoel dat ik gewoon dat makkelijk kan redden. Maar blijkbaar heeft Gomez andere plannen. En wil liever zijn benen breken als hij van zo'n hoogte naar beneden springt. In ieder geval. We zijn nu weer terug bij de eilanden die niet zweven in de lucht. Maar juist drijven op het water. Dus dan weten we dat. Ik zeg, we gaan hier, als je even meewerkt, we gaan even draaien. En dat geeft ons weer toegang naar hier. Oh, dat hadden we trouwens niet eens nodig, want we moesten draaien. Nou, trouwens eigenlijk wel. En dan gaan we nu weer terug door deze deur naar het eiland met de vuurtoren. Hey, deze kan ik me nog herinneren. En als ik het nog goed weet, is... Hier... Nee. Er is verder niks te doen. Volgens mij. Springen? Ja. Hier kwamen we door. Naar binnen. En er is verder geen deur meer. Dus we gaan gewoon zo. En nu gaan we weer terug naar het hoofdeiland. Het allerhoofdigste eiland van hoofden. Er is nog steeds hier een deur boven. Zoals je daar ziet. Links boven. Waar we heen kunnen. Ik... Denk, ja, laten we dat maar doen. Dan zijn we klaar voor deze. Nee, trouwens, we gaan gewoon eventjes lekker kijken naar de achterdeur. Die gaan we opengooien. En zodra we die open hebben, moet ik helaas de let's play alweer af laten lopen. Dus hier zijn we bij al die deuren. We hebben nu 8 kubussen. Dat is genoeg om deze deur open te doen. En open. En naar binnen. Even kijken wat er te doen is. Oh wauw, regen, vet. Stormt. Oh, dit is helemaal een... Hé, hey, wat de hel. Zagen jullie dat? Soms flikkert het gewoon. Of tussen regen en wolken. Is dat normaal? Ik vraag me af. Hier, weer. Oké, dat is een beetje raar. Ik weet niet of het hoort of dat gewoon een bug is bij mij of zo. Maar... We zijn nu eindelijk door de portaal met die 8 kubussen nodig had gegaan. En ik ben blij dat we nu eindelijk zo ver gekomen zijn. Maar nu moet ik helaas de aflevering alweer afsluiten. Volgende keer gaan we kijken wat hier allemaal te doen is in deze wereld. 8 kubussen. Heel mooi. Als jullie deze aflevering leuk vonden, geef het een like. Als jullie je willen abonneren, moet je dat zeker doen. Dat helpt me heel erg uit en laat me ook zien dat jullie dit soort dingen leuk vinden. En als je vragen hebt, zet het in de reacties. Ik zal zo snel mogelijk reageren. Bedankt voor het kijken. Dit was CJ's uit. Tot de volgende keer.